Goedenavond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Ik ga even weer alles klaarzetten en dan gaan we vanavond weer van start op deze warme dag. Nou, ik heb er eerlijk gezegd zelf um, gelukkig niet heel veel last van. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dus uh, ik ben ook gewoon lekker binnengebleven. Ik moest vanmiddag moest ik toevallig eventjes weg, maar toen had ik wel zoiets van: Dit is me wel heel erg warm. Maar verder ben ik vandaag ook maar even lekker niet naar de winkel gegaan, want ik denk ik wil een beetje energie besparen voor vanavond voor de live. Vanavond gaan we lekker kleuren. Het is uh, toch te warm om veel te doen. En ik denk weet je wat, we gaan lekker aan de keukentafel zitten. En we gaan weer een avondje kleuren. Um, vanavond ga ik aan de slag met de Derwent Inktense potloden. Dat zijn um, ja, potloden op waterbasis. Het is dus um, een soort aquarelpotlood, alleen hebben deze weer net wat andere eigenschappen dan gewone aquarelpotloden. En dat ga ik jullie straks ook eventjes een beetje vertellen. Um, de stempels waar ik vanavond mee ga kleuren of ga werken, dat zijn die van um, Couture Creations. Dat zijn nieuwe stempels. Dat uh, is een serie van de Vintage Stems. En elke ja, stempel heeft wat uh, verschillende elementen er ook nog weer bij opzitten. Het zijn mooie grote stempels. Waardoor je ook gewoon um, ja, voor het leren inkleuren zijn ze ideaal. Ze zijn 1599. Ze zijn niet heel goedkoop. Maar ze zijn ook van hele goede kwaliteit. En het is ook gewoon echt heel fijn oefenmateriaal. Um, de afmeting van deze stempel bijvoorbeeld is ook um, 10 keer 13 centimeter dus ik heb deze bijvoorbeeld ook op a5 gestempeld en dan kun je wel zien ja ook je hoeft er maar iets nog omheen te doen qua decoratie en je creatie is al klaar nou, deze ben ik mee begonnen met een basis in te kleuren maar deze is nog niet helemaal klaar hier moeten nog meerdere laagjes overheen maar ja, ik had gewoon niet meer tijd om in te kleuren, dus dat gaat verder nog even gebeuren. Maar ik had al heel lang niet meer met de derwent intense gekleurd, dus ik denk ik moet er toch eerst even een klein proefje maken. Nou, deze stempel wilde ik vanavond eigenlijk in gaan kleuren, omdat hier wat verschillende kleuren um, ja, in naar voren komen. Dus dan kan ik even met wat verschillende kleurtjes gaan werken. Want normaal dan ja, neig ik altijd een beetje naar paars, naar blauw, naar dat soort tinten. En ik wil nu dus ook echt um, even geel-oranje gaan pakken. Ik wil roze erbij gaan pakken. Ik wil wat van die mand gaan inkleuren. Dus dan gaan jullie dat vanavond zien. Wellicht krijg ik hem ook niet helemaal af, maar dat is gewoon niet anders. Nou, dit is nog een hele mooie stempel, ook uit deze collectie. Dan hebben we deze mooie stempel. En we hebben deze. Nou, ik heb ze ook even allemaal voor jullie alvast gestempeld. Dus dan kun je nog iets beter de stempels zien. Deze met de mooie vlinder. Dus ze stempelen gewoon heel gedetailleerd. En wat het voordeel van deze stempels ook is: ze hebben ook overal aangegeven van waar een beetje de schaduw komt. Dus je kunt ze. Ja. Zeker voor het leren inkleuren zijn ze echt heel fijn. Deze stempel. Nou, je kan ook zeggen van, ik doe hem lekker zo liggend. Dat vind ik van deze wel heel erg mooi. Dus deze gaat voor mij zo over dwars komen. Nou, zo'n emmer vind ik al, of gieter, vind ik altijd best lastig om in te kleuren. Dus dat is weer leuk uh, kleurmateriaal. Oh, dankjewel buuf met uh, de felicitatie voor mama. Nou, dit is um, ja, die tulpenmand weer. En dit is die mooie peony weer. Nou, daar ga ik um, vanavond dus niet mee aan de slag. Ik ga vanavond met deze aan de slag. Nou, ik vind het altijd fijn om er even een naslagwerkje bij naast te leggen, zodat ik in ieder geval kan zien um, ja, wat een beetje de bedoeling is met de stempels qua inkleuren. Ik vind het altijd wel fijn om even een voorbeeldje te zien. Nou, deze, net wat ik zeg, die heb ik dus nog niet helemaal klaar. Deze, dit is allemaal de eerste laag. En hier ben ik begonnen met het tweede laagje. Dus je kunt zien dat de schaduw hier al in gaat komen. De kleurnummers kan ik jullie al wel even noemen van deze. En ik heb hiervoor gebruikt de kleur Carmine Pink. En dat is 0520. En de kleur Shiraz 0600. En ik heb de kleuren groen. Dat is Light Olive 1540 en de kleur Leaf Green 1600. Dus voor deze heb ik vier kleurtjes um, van de Derwent Intense gebruikt. Nou, vanavond ga ik er ook wat andere kleurtjes bij pakken. De Derwent Intense. Ik zal er even kort wat over vertellen. De Derwent Intense is weer um, uniek in zijn soort, want um, ze bestaan uit 72 kleuren. Ik zal hem er wel even uithalen. En de Derwent Intense die wordt dus na droging watervast. Wat betekent dat? Dat je dus heel veel laagjes over elkaar op kunt gaan bouwen. en dat je dus met verschillende kleuren over elkaar heen kunt gaan werken. Een gewone um, watercolor, zoals um, als je de Faber Castell hebt of iets dergelijks in een watercolor variant, en je gaat dus um, twee kleuren met elkaar mengen, dan gaat ze dus in elkaar overvloeien. En wat je met deze dus hebt, is dat hij nadat hij droog is, is hij watervast. Dus je kan er of een andere kleur makkelijk overheen leggen. Of je kan ook zeggen: van ik ga meerdere kleurtjes opbouwen. Je krijgt hierdoor een veel intensere kleur. En vandaar dat de kleuren, of ja, daarom heet het ook eigenlijk een beetje Inktense. Want ze zijn ook echt heel intens van kleur. Nou, ik had in de groep al gevraagd: van nou, waar willen jullie graag uh, dat wij ons de komende tijd een beetje in verdiepen? En toen kreeg ik ook nog de vraag van ja, eventueel andere soorten uh, aquarelpotloden. Toen zei ik van ja, dat heb ik niet. Nou, tot mijn schande kwam ik erachter dat ik dus wel de Faber Castel en dan de. Um... Even kijken hoe heten ze ook alweer: de, um, 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 um. Deze, de Faber Castel Albrecht Durer, heb. Maar jullie zien wel, ze zijn allemaal nog nieuw. En ik heb dus in totaal, had ik, ja schrik niet, 58 kleurtjes, waarvan ik dus helemaal niet meer wist dat ik ze had. Dus uh, echt ernstig. Um, ik denk niet dat ik die vanavond ga gebruiken, want dan wordt de informatie weer te veel. Vanavond wil ik me in eerste instantie hierop richten. Ik ga hier uh, een mooie start mee maken. En mocht de tijd overblijven, ga ik misschien een klein stukje nog doen met die um, Albrecht Durer om het verschil te laten zien. Maar ik beloof nog even helemaal niks. Um, uiteraard zijn er ook voor de Derwent Intense weer verschillende mogelijkheden om te gaan kleuren. Ehm. Um, wat ik laat zien is mijn methode van kleuren. Maar er zijn nog veel meer wegen naar Rome. Dus kijk even wat jouw favoriete manier van inkleuren is. Um, ik denk dat ik even twee verschillende techniekjes laat zien. En ik ga dan ook even twee. Naast elkaar leggen. Ja, ik ga het gewoon doen dat ik jullie even twee methodes laat zien. Um, de eerste methode, wat je kan doen, is dat je dus op je aquarelpapier, want ik werk dus met aquarelpapier van Vazen Creative. Ik heb nu de 200 grams. Je kan zeggen, ik ga op mijn papier, ga ik alvast een dun laagje van het potlood aanbrengen. Dus in principe kleur je gewoon net als wat je normaal ook doet. En ook hierbij geldt zet de kleur niet gelijk te donker aan. Want dan krijg je spijt. Je kan beter meerdere laagjes in elkaar op gaan bouwen. Ik moet zeggen, deze techniek wat ik nu doe, dat heb ik op mijn andere voorbeeldje niet toegepast. Dus. Dat is voor mij ook even weer proberen. Kijk, ik heb ook zoveel uh, kleurmediums dat ik ook niet alles uh, tot in den treuren kan uitoefenen. En dat doe ik ook gewoon nu tijdens de live. Kijken jullie gewoon mee met mijn kleurlevels. Nou, ik heb er een bakje met water bij staan. En een keukenpapiertje. Ik heb gestempeld met de Versafine Clear en dan de kleur Nocturne. Dat is een, um, een zwarte inkt. Ja, daar stempel ik eigenlijk bijna alles mee. Nou, en jullie zien als ik nu deze met water ga activeren, hoe intens de kleur wordt. En ik ga dus ook een klein beetje weer ondertussen afvegen op mijn keukenpapiertje. Dus je ziet wel, zodra er water bij komt, dan wordt het gewoon echt heel intens. En krijg je dus ook gewoon een, um, ja, een heel mooi effect. En net als bij die andere is dit dus ook gewoon weer het eerste laagje waar ik mee aan de slag ga. Deze is lekker felgeel. Maar er komt straks nog weer iets uh, oranjigs overheen. Dus ik ga het straks nog weer verder afzwakken. Maar dit is gewoon een leuk beginkleurtje voor onze tulp. Nou, je hoeft het niet helemaal dicht te kleuren. Er mogen ook stukjes wit blijven. Dat kunnen we altijd later nog weer verder op gaan vullen. En met dit moet je echt oppassen dat je dus niet te veel um, doorkleurt. Of uh, de kleur te ge gelijk te veel aanzet zeg maar, op je plaatje. Want anders dan heb je gelijk alles verzadigd. Want hier komt echt heel veel pigment vanaf. Ja, het is ook gewoon um, inderdaad oefening, baat, kunst en. Uh, Lekker blijven proberen, blijven oefenen. Dat is het allerbelangrijkste. Um, ik ga hier straks even een tweede laagje overheen doen. Ik ga ondertussen, dan kan dit even drogen. Dan ga ik ondertussen de andere methode laten zien, want ik heb van uh, de kandash heb ik ook een heel handig plankje. En op dat plankje kan je dus ook je kleur aanzetten. En wat je dan doet is er een beetje water bij doen. En in principe heb je op je plankje heb je dus een waterverf gemaakt. En die waterverf die zet je dus weer aan op je plaatje. En dan kan je eigenlijk gedoseerder werken. Dus het is maar net wat jij zelf prettiger vindt qua uh, structuur. Um, dit heeft meer ja, het effect van um, echt in kleur, net als met de waterverf. En dat andere, dat is dus gewoon echt rechtstreeks op het papier. En dan moet je ja, sommige hebben daar wat meer moeite mee om um, daar de lijnen zeg maar weg te poetsen als jij rechtstreeks met je potlood op het papier gaat. Dus ja. Het is even testen van wat vind ik het fijnste, wat past bij mij qua kleurmethode. Even kijken, ik las iets over even de opmerkingen. Um... Welke kleur gebruik je voor deze stempel? Ik heb nu de kleur um... cadmium yellow en dat is 0210. En ik wil daar sowieso ook de kleur Golden Yellow 230 bij gaan gebruiken. Dat is een beetje oranjeachtig. En ik denk voor de diepe schaduw de kleur Burnt Orange 260. Tenminste, ik denk dat je bedoelt dat het de kleur van de, van de potloden is. De kleur Stempel had ik net al genoemd. Dat is de kleur Nocturne. Kijk, in principe is dit makkelijker kleuren. Maar dat is ook gewoon, ja, weet je, ervaring, ervaring en uh, aldoende leert men. Dus uh, gewoon lekker blijven oefenen. Ik probeer jullie reacties een beetje mee te lezen, maar ja, ik zit nu natuurlijk wel weer heel erg met mijn neus op mijn kleurwerk. Dus ja, in hoeverre ik alles meelees, ik doe mijn best. Ik kan jullie al wel verklappen, we gaan straks um, in september... Ja. In september gaan we een 40 Days of Coloring Challenge doen. Gaan we jullie 14 dagen lang uitdagen om lekker met ons mee te kleuren. Aan de hand van wat challenges... Kan je wel met je eigen kleurmediums doen. Dus uh, in principe iedereen kan meedoen. Het wordt wel laagdrempelig. Je hoeft geen hele afbeeldingen in te kleuren. Het mogen ook kleine stukjes. Dat je bijvoorbeeld elke dag even lekker 10 minuutjes weer aan het kleuren bent. Dat is een beetje onze intentie. Nou, jullie zien wel. Ook als je dus. Um, zo krijg je dus op twee verschillende manieren kun je in gaan kleuren. Uh, geen enkel plaatje zal hetzelfde worden. Even kijken, zijn je andere kleurprojecten al klaar met die polychromos? Um, ik heb er twee klaar. Die kan ik wel eventjes tussendoor laten zien. En dan gaan we dan weer verder. Um, moet ik even kijken waar ik die in mijn kleurbak heb zitten. Want ik ben met van alles en nog wat aan het kleuren. Ik doe gewoon alles door elkaar heen. Um, deze twee met de polychromos. Die zijn inmiddels klaar. Dat is deze geworden. En deze. Nou ja, hier moet ik de tak eigenlijk nog bruin kleuren. Maar dat is. Uh dus met polychromaspad nodig gedaan. Um, omdat deze nu wel droog is, ga ik bij deze nu de tweede laag aanbrengen. Deze had ik dus rechtstreeks op papier. Dus dat ga ik hier ook weer meedoen. En echt lichtjes aanzetten. Ook hierbij heb ik dus weer mijn punten gewoon. Flink geslepen. Ik hou echt van die goede scherpe punten. Dan kun je gewoon het makkelijkste mee kleuren. Na nou, aanstaande zaterdag hoop ik wat te gaan doen met de grafitint in combinatie met kerststempels. En dan ga, ga ik de grafitint potloden en de grafitint verf combineren. Dan gaan we met de verf een leuk achtergrondje maken. En met de potloden gaan we kleuren. Deze week gewoon een beetje een kleur. Uh, ja, ik merk aan mezelf dat het kleuren mij gewoon even momenteel heel rustig maakt. En ik vind het heerlijk om te doen. Dus ach ja, weet je. Wie doet je wat hè? Kijk, zie je. Nu heb je het tweede laagje eroverheen. En zo ga je dus echt heel mooi de kleuren opbouwen. Nou, dit mag voor mij nog iets donkerder. Dus ik ga de kleur gelijk iets donkerder aanzetten. En weer lekker uitpoetsen. Nou, en net wat ik net al zei: dit is dus dat het na die tijd watervast um, ja, water is. Dus dat is ook gewoon super leuk. Wat je trouwens met deze, want uh, dat is ook het leuke van deze Derwent Intense. Die kan je op heel veel verschillende ondergronden kan je deze gaan gebruiken. En je kan er dus ook nog eventueel mee op, uh, op textiel gaan uh, kleuren. Dat heeft je net al een keer gedaan. Je heeft een hele mooie canvas-taster mee gekleurd. Echt super gaaf. Dus ja, je kunt er echt heel veel dingen mee doen. Ook oh, bij Mixed Media, achtergrondjes, super leuk. Oh, Maria heeft nog niet veel kleurpotloden, maar je zegt al, je bent blij met de kleurlessen. Nou, ik heb toevallig ook vandaag, omdat jullie ook vroegen om wat um, goedkopere potloden, heb ik ook wat. Um, een alternatief ook even besteld. Die heb ik vandaag ook even getest. Die is bij mij ook wel aardig goed uit de test gekomen. Tenminste bij mijn allereerste probeersel. Ik wil daar morgen of overmorgen nog even wat tijd aan gaan besteden en komen ze dan helemaal door de test. Dan ga ik die ook um, bij bestellen. En dan uh, hebben we ook wat goedkopere potloden. Want ja, niet iedereen kan het dure betalen. En ik zag dat wij nu alleen potloden hadden. Tenminste waar ik tevreden over was, die minimaal 2 euro per stuk kosten. Kijk, en niet iedereen kan dat betalen. Dus vandaar dat we ook wat goedkopere alternatieven nagezocht hebben. Um, de. Pro Color. Dat zijn ook hele goede potloden. Ook daar ga ik binnenkort nog een keer mee live. Dus ook dat gaan jullie nog weer zien. Nou, ook hiervan weer even een waterverfje maken. Zoals ik al zei, ik ga twee verschillende techniekjes doen. En dan gaan we straks met het eindresultaat zien wat het mooiste is. Nou ja, wat het mooiste is, weet je. De een houdt van deze stijl van kleuren, de ander houdt van die stijl van kleuren. Dus ja, of het nou echt het mooiste is, ja, geen idee. Het is ook gewoon wat jij zelf prettiger vindt. Ik vind zelf, ja, vind ik dit wel heel erg prettig kleuren. Maar ja, goed, zoveel mensen, zoveel wensen. Dus randjes doe ik vaak wat donkerder en op deze manier ja, gaat mij dat gewoon net wat makkelijker af. Ik draai ook vaak, um, draai ook vaak met mijn werk, dat vind ik het makkelijkste. Hiermee kan je gewoon net ietsjes um, gedoseerde werk. Ja, ik uh, ga de meeste producten heb ik al wel gelinkt, maar ik wist alleen nog niet welke kleuren ik zou gaan gebruiken. Dus die moet ik straks nog even linken. Ik zal de kleurtjes die ik um, nu gebruik zal ik straks ook nog even weer noemen en ik zal ze ook in die groep gaan zetten. Kijk en zien jullie, je kan hiermee dus ook die leuke Schaduw wat makkelijker aangeven. Dus echt die schaduwlijntjes. Nou, dit wordt toch al gewoon super leuk. Deze stempels zijn ook gewoon echt zeer geschikt voor het leren inkleuren. Ik had ze gezien bij de grote handen en toen had ik echt zoiets van: oh, die moet ik hebben. Ja, die embossingfolders van uh, Nelly Snellen en andere 3D embossingfolders zijn ook heel erg fijn om uh, in te gaan kleuren. Ook leuk om mee te gaan oefenen. Ja, dit is laagje 2. En even kijken, we kunnen zeggen van we doen er nog even een hele donkere schaduw onderaan bij. Want ja, dit kan laagje over laagje. Dus we kunnen dat echt lekker op gaan bouwen. Dus niet te veel. Ja, dit poets je weer eventjes uit. Ik wil hier die um, schaduw niet te ver over laten lopen. Dus wat ik doe is gewoon een heel klein beetje uitpoetsen. En onderaan ja, laat je het eigenlijk in elkaar overvloeien. Ik doe dat vaak door een beetje um, een deppende techniek. Dus ik dep het eigenlijk een beetje naar boven toe. En daardoor blijft de rest dus nog wel een beetje geel. Dus je waaiert het een beetje naar boven toe en dan krijg je alleen onderaan een beetje van die leuke kleur. Um, ja, dit plankje is ruw en daardoor um, blijven die pigmenten op jouw um, paletje zitten. Kijk, ik kan het wel laten zien. Je krast ze dus eigenlijk op en dan zie je wel, je krijgt die kleurpigmenten. Die gaan hierop zitten. En als je dat dus vermengt met water, dan krijg je dus je waterverf. Dus in principe maak je hier gewoon een soort uh, ja, verf van. Deze gaan we ook weer een beetje uitdeppen. En je hebt hierbij dus ook echt even iets van een keukendoekje of een ander doekje nodig dat je echt de kleur ondertussen weer af kan poetsen, want je wilt niet overal even donkere stempels of even donkere plekken hebben. Nou, ik vind deze vind ik gewoon hartstikke leuk geworden, ook doordat oranje er weer bij. En zo zie je wel, je kunt dus echt kleurtje over kleurtje weer op gaan bouwen. Nu wil ik bij deze ook dat oranje er weer bij hebben. Maar hiervan, dus weer vanaf mijn palet. En gaan we het op deze manier doen. Ja. De ene. Um, ik lees ook iets over de lightmarkers. En um, ja, weet je. De een vindt dit prettig kleuren. De ander vindt dat prettig kleuren. De een kleurt liever met een potlood. De ander kleurt liever met een. Um, met alcoholmarkers of met uh, potloden. Het is maar net ja, waar jouw interesse in is. Jammer genoeg heb ik overal interesse in, dus uh, je kunt bij mij alles vinden. Maar probeer je een beetje te focussen op wat jij zelf, uh, ja, wat bij jou ligt. Want de een kan wel met water overweg, de ander kan niet met water overweg. ja. Dat is gewoon echt uh, heel persoonlijk en ook gewoon echt een kwestie van oefenen, 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 oefenen. Veel tijd aan besteden. Kan je ook wel je was of oliepotloden overheen over de intense. Ja, je kunt zeker met de potloden nog weer over de intense heen om weer extra schaduw aan te zetten. Dus dat is ook nog weer een mogelijkheid. Um, vind jij de schaduw te beperkt worden... Je kan er weer overheen gaan met een uh, potlood om gewoon echt nog weer highlights te gaan zetten. En wat je ook kan doen. Dat, ik zal deze eventjes afkleuren en dan zal ik het laten zien wat ik bedoel. Kijk wat je ook kan zeggen. Je hebt hier bijvoorbeeld ook gewoon een heel scherp puntje aan. Nou wil jij um, een hele diepe schaduwlijn of wil jij een lijntje net wat donkerder doorgetrokken hebben? Je kan ook een laatste finishing touch aanbrengen door even alleen je potlood heel zachtjes er overheen te doen. Eigenlijk moet het dan wel droog zijn. Die van mij nu is mijn papier nog een klein beetje nat, maar wat je kunt doen is een klein beetje een finishing touch met potlood. En dat ga je dan ook niet meer met water activeren, maar dat laat je gewoon op deze manier. Kijk, dat kan je gewoon zo. En dan kan je eventueel ook nog een klein beetje die gelige eroverheen. En dat laat je verder gewoon zo. En dan. Ja, kan je dus ook gewoon die diepere accenten kan je aanzetten met je potlood. Nou, zie je, het zijn dus twee verschillende bloemen geworden. Uh, geen enkele bloem is hetzelfde, zoals ik al zei. Geen enkele kleurtechniek is hetzelfde. Maar het zijn wel dezelfde potloden, alleen een andere methode. Um, wat je ook nog kan doen... Even kijken, want er zijn ook mensen die dat nog weer een makkelijkere manier vinden. En ja, um, ja, kan ook zo. Wat je ook nog kan doen, is met je kwastje gewoon aan je potlood. En zo de pigment eraf halen. Dus je hebt niet per se zo'n uh, plankje nodig. Maar ik vind het gewoon makkelijker werken. Kijk, dit kan ook gewoon. Wat is het grote verschil tussen de Polychromos en de Intense? Nou, het hele grote verschil is dat je ze niet met elkaar kan vergelijken. Want de Polychromos is een, um, een, was-, een waxpotlood. En uh, dit is een potlood. Dus deze reageert op water. En dat doet de Polychromos dus absoluut niet. Die moet je blenden met terpentine. Dus dat is gewoon echt uh, een wereld van verschil, zeg maar. Even kijken, we gaan even een blaadje kleuren. Um, ik had de kleur light olive en green leaf. Even kijken. Ik ga beginnen met de light olive. Bij deze. En bij deze ga ik dus rechtstreeks op mijn papier even kleuren. Nou, de blaadjes moet ik eigenlijk even zorgen dat ik wel wat meer verschillende tinten pak. Want Anders wordt het zo'n eenheidshorst. Ja, het ziet er vrolijk uit, dat geel. Ik denk we gaan... Uh, het is sunshine. Uh, het is bloody hot vandaag. Ik denk ik ga eens even lekker een keer voor wat gezellige kleurtjes. Ja, bij deze dus een klein beetje accenten aangezet. Ik ga ook gelijk die groene kleur op mijn palet aanbrengen en deze keer ga ik er ook voor kiezen om een klein beetje te mengen op mijn, oh. op mijn papier gelijk en ik pak er een springgreen bij. Die zet ik tegelijk bij naast. Want dan als ik straks met water ga werken, dan vloeit dat al lekker in elkaar over. Tenminste, dat is de bedoeling. En bij deze ga ik de springgreen er dus weer lekker naast doen. Met potloden lijkt makkelijker als de light markers. Nou, als ik heel eerlijk ben. Vind ik het andersom makkelijker? De light markers vind ik gewoon echt uh, heel laagdrempelig. Die zijn gewoon heel makkelijk in gebruik. Ik vind dat dit nog wat meer uh, oefenbaardkunstgevalletje uh, is, zeg maar. Nou, in mijn blaadjes wil ik dus ook gewoon wat wit houden. Ik zorg er echt voor dat er bij de eerste laag gewoon nog wat wit blijft. Is heel moeilijk. Je kan er eventueel ook um, ja, gaan werken een beetje met uh, maskeervloeistof erbij als jij dat makkelijker vindt. Doe ik eigenlijk nooit. Maar het beste kan je gewoon tussendoor echt een beetje je kwastje elke keer weer af gaan deppen. Um, de lightmarkers is ook met water inderdaad. Dat zijn allemaal technieken op waterbasis. Kijk, en zie je, ik heb nu dus uh, twee kleuren groen met elkaar gebruikt. En dat mengt gewoon gelijk al ontzettend leuk. Nou, dit laagje laat je gewoon even drogen, want daar komt straks weer een tweede laagje op. Nou, ons andere palet ga ik als eerste beginnen met die. Um, welke was het? De Spring Green 1550. Dat is een lichte kleur. En die ga ik dus weer lekker aanzetten. Ook niet te donker. Ik werk hierbij een beetje in streepjes, zodat het ook gewoon eh, dat ik gedeeltes wit blijf houden. En die andere die meng dus al gelijk op het papier. En bij deze ga ik dus de laagjes eh, opbouwen. En hier komt er dus straks weer een donkere groen overheen. Dus dat zijn gewoon wat verschillende technieken wat je kan doen met het inkleuren. Ik probeer wel binnen één kleurplaat vaak, um, ja, toch één techniek een beetje te gebruiken. Want dan hou je een beetje eenzelfde stijl. Maar de ene keer kleur ik op deze manier, de andere keer kleur ik op die manier. Dat is maar gewoon, ja, waar ik zin in heb en waar het plaatje zich een beetje voor leent. Het ene plaatje is voor dit meer geschikt, het andere is daar meer geschikt voor. Ik heb de stiften van Violet Studio op waterbasis. Zijn die te vergelijken met de Light Markers? Ik heb geen idee uh, van Violet Studio, die ken ik echt niet. Dus dat durf ik niet te zeggen of dat te vergelijken is. Dat, uh, nee. Kan ik je niet aan helpen, helaas. Deze blaadjes ga ik ook alvast even kleuren. Ja, het is altijd even een beetje kijken van hoe lopen de blaadjes precies. Hier zit ook nog een blaadje achter, die mag straks ook nog weer wat donkerder. Dan heb ik hier die donkerdere groen en dat was de kleur leaf green. Die ga ik hier gewoon weer overheen zetten. Ook gewoon weer in een beetje streperig effect. Ja, dit is dus straks na droging watervast. Dus ik kan er straks lekker nog weer wat laagjes overheen bouwen. En daardoor kun je echt van die mooie intense kleuren aan gaan brengen. Ik zal zo eerst even een slokje koffie gaan drinken. Dat is ook wel lekker. Ik denk dat hij ondertussen al bijna koud is. Ik zie je, die kleurtjes worden gewoon echt, um... ja, ze lopen gewoon lekker in elkaar over, laat ik het zo zeggen. Nou, op deze warme dag word ik echt weer lekker uh, relaxed en koel ik weer lekker af bij het inkleuren. Ik vind het heerlijk. En ja weet je, je kunt ook bij deze stempels kun je ook heel erg focussen op uh, het voorbeeld, hoe dat is ingekleurd. Wat je ook kunt doen, is gewoon het voorbeeld een beetje aan de kant te laten. En ook ja, gewoon op je eigen gevoel een beetje gaan kleuren. Dan weet je, het moet ook gewoon ontspanning zijn. Tenminste, dat vind ik. En hoe meer jij uh, een voorbeeld na wilt kleuren. Hoe meer jij voor jezelf ook de lat uh, hoog gaat leggen qua perfectie. Want je wilt er dan exact hetzelfde doen en dat gaat toch niet lukken. Ja, ijskoffie, maar ja, vandaag kan het. Hè? en net wat ik net zei: wil je hele diepe accenten hebben? Dit blaadje wil ik hier gewoon echter bovenop laten komen. Dan zet je dus de kleur gewoon rechtstreeks aan met jouw potlood. Dan zit er echt heel veel uh, pigment in. En dat ga je maar een klein beetje uitvloeien. En kijk eens wat voor schaduw effect je dan gaat krijgen bij jouw blaadjes. Het is toch gewoon tof? Ook dit puntje weer. Ik zal het eventjes laten zien. Kijk, dit is gewoon uh, ja. Ook hiermee kan je gewoon spelen, spelen, spelen. Ik ja, wat daar gewoon blij van. Passende stempels op een 15 bij 15 kaart of meer geschikt voor A5. Nou, het zou wel op 15 bij 15 kunnen, want uh, even kijken. Dit is 15 centimeter hoog, dus uh, het kan wel op een 15 bij 15 kaart. Nee, wacht, dit is 15. Zou denk ik wel. Nee, dat moet kunnen, want de stempel is. Even kijken. Uh, 10 keer 13 centimeter. Dus het kan zeker. Ik ging eerst mijn koffie doen. Zijn de plankjes in verschillende merken? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, durf ik niet te zeggen. Als ik heel eerlijk ben. Kijk, van deze moet ik ook nog het volgende laagje er weer op doen. Want ik kleur nooit één laag. Ik kleur echt altijd in meerdere lagen. En ook hierbij kun je dus gewoon weer echt de schaduw weer aan gaan zetten. Ik wil nog weer een klein beetje van die lichtere groen bij deze. Want ze moeten niet alle twee exact hetzelfde worden. En ook dat gaan we weer een beetje uitpoetsen. Kijk, en zie je, ze worden gewoon echt allebei de anders. Het zijn gewoon verschillende kleurtechnieken, verschillende stijlen. Het is gewoon, ja, waar hou jij zelf van? Wat vind je leuk? Ik vind ze beide leuk. Beide techniekjes is leuk om te doen. Kijk, dus dit is dus als je het. En ik moet ook zeggen, het is denk ik ook bij de andere aquarelpapier. Ik merk wel wat verschil qua uh, kleuren. Dus um, ik denk dat, da dat daardoor de kleuren ook wel wat anders uitpakken. Um, oh, qua over. al. Holy moly. Wat een feest. Ik wilde nog de mand gaan kleuren. Echt. Waarom gaat de tijd zo snel als je zoveel plezier hebt? Um, het plankje is van een carandash. Ik um, heb geen idee, echt niet, of dat ook van ander merk is. Um, deze is er in ieder geval wel. Dat, uh, dat weet ik zeker. Even kijken. Wat voor kleur gaan we voor onze Mand gebruiken. Um, meestal doe ik wel twee kleurtjes. Ik denk dat ik de 1740 ga pakken als lichte basis en dan wil ik er een beetje een donker overheen en ik doe de 1730 erbij. 1740 en 1730. Nou, jullie zien wel, ook daar zijn de punten nog niet van geslepen. Echt, ik heb too much. Ik kom dus vanavond er ook niet aan toe om um, dat andere te laten zien wat ik wilde van de polychromos. Ja, heel misschien dat ik straks even één klein stukje ga kleuren om te kijken van wat het effect is. Ik denk dat mijn tijd zo meteen al lang voorbij is. Ik wil weer veel te veel. Ik denk altijd dat ik in een live zoveel kan doen. Hè? En uiteindelijk doe je zo weinig. Even kijken, deze kleur is de onderste. En deze had ik rechtstreeks op mijn papier gedaan. Ja, nu ben ik natuurlijk ook met twee afbeeldingen bezig met kleuren, dus je gaat er ook geen één helemaal af krijgen. Maar ik denk dat jullie ook meer hebben aan alle verschillende techniekjes dan dat ik een hele afbeelding in kleur ik kan beter verschillende dingen laten zien en uiteindelijk straks het eindresultaat een keer op de foto zetten. Maar nou, dan hebben jullie wel heel veel te zien. Ik heb een broodplankje, komt overeen. Ja, maar toch, een broodplankje is anders. Daar krijg je niet die, uh, daar kan je er niet zo makkelijk dat uh, fijne aquarelverf van maken. Als ik heel eerlijk ben. En dat is niet uh, verkooptechnisch bedoeld, maar gewoon ervaring. Naar nou, onze mand. Oh, dit is wel een leuke kleurencombinatie. Ook weer even lekker uitpoetsen. Hé, hey, dit is leuk. Kijk, zie je. Zo heb je dus gewoon een. Super gaaf mandje al in korte tijd. Nou, dit is wel een leuke combinatie bij elkaar. Even kijken. Nee, ik moest beginnen met de 1740. Nou, een mand kleuren. Ik vind het een hele uitdaging, want dat moet natuurlijk allemaal anders zijn. En geen enkele is hetzelfde. Dus we gaan gewoon wat proberen. We gaan even wat stukjes aanzetten en dat gaan we zo meteen activeren met ons water. is dus Gewoon een beetje streepjes. Ik heb nu het uh, 200 grams aquarel papier van vasen Creative. Dat vind ik zelf wel heel fijn. Ja, eigenlijk zou je 300 gram's, maar ik had 200 gram's in de buurt liggen. 300 gram kan net wat meer water aan, maar bij deze gebruik ik toch niet zo heel veel water. Dus uh... dit kan prima. Kijk, en als je zo een klein beetje die lijnen van die streepjes weer gaat volgen, dan krijg je dus wel een leuk effect. En daar komt straks natuurlijk nog een tweede laag weer overheen. Uiteraard. Dus ook gewoon hierbij proberen een beetje wit over te houden. Want anders dan kun je geen laagjes opbouwen. Ik ben echt iemand van uh, laagje over laagje. Ik doe echt liever 10 uh, laagjes of wat anders. Ik kleur eigenlijk altijd op het smooth kaartstok. Ik vind het um, het geribbelde watercolorpapier vind ik altijd lastiger kleuren. En het effect van smooth vind ik vaak net wat mooier. Maar goed, dat is uh, persoonlijk. Dat is ook gewoon echt uh... ja lastig. Oh, Dini Sprakel zegt ook al. Zij heeft ook op haar YouTube-kanaal uh, wat uitleg over schaduw. Nou, daar ben ik heel eerlijk in. Uh, wellicht heeft dat een klein beetje met mijn autisme te maken. Maar ik krijg het er echt niet in met de schaduw. Dat heeft. Uh, ja, ik weet niet wat het is. Maar als ik me daarop ga focussen, dan blokkeer ik helemaal. Dus ik heb dat uh, losgelaten. En ik ga daar geen. Um, geen theorieën meer op loslaten, want voor mij werkt dat gewoon niet. En dan is het maar niet uh, realistisch als ik er maar plezier aan heb. Dat vind ik veel belangrijker. Kijk, zo krijg je dus uh, voor dat mandje op deze manier gewoon ontzettend uh, ja, leuk effect. Nu ga ik het ook nog eventjes. Proberen we weer vanaf het plankje. Want dan gaan we dus gewoon weer laagjes opbouwen. Nou, ik hoop dat jullie na een uur nog steeds leuk vinden om naar mijn geklets en geleuten te luisteren. Jullie moeten het maar er gewoon mee doen. Ik uh, klets gewoon alles uh, aan elkaar vast, geloof ik. Nou, dit mandje gaat dus weer compleet anders worden van kleur. Dus kijk gewoon even wat jij zelf ook leuk vindt. Kijk, want bij deze begin ik dus gewoon met deze kleur, en die andere heb ik dus al op het papier gemengd. En daardoor krijg je dus gewoon verschillende effecten. Nou, ook hierbij gaan we dus wat streepjes een beetje zetten. Ook weer uitpoetsen. Er mag wat wit bij tussen zitten. Hier gaan we straks ook weer een donkere kleur bij aanbrengen. Zo... Nog even een tweede laagje. Kijk, een beetje watercolor hoeft nooit helemaal realistisch te zijn. Daar kan je lekker mee spelen. En gewoon, ja, ik vind het zo leuk. Laagje over laagje. Je ziet dan gewoon een plaatje gewoon echt tot leven komen. En ik kan er gerust twee, drie uur over één plaatje doen. Maakt me helemaal niks uit. Ik heb ondertussen ook al heel veel plaatjes gekleurd. Nou, wat doe je ermee? Um, nou ja, ooit worden het misschien nog creaties. Maar ja, weet je, een ander die kleurt voor ontspanning in een kleurboek. En ik kleur voor ontspanning gewoon allemaal bloemen in. Ik vind dat gewoon, uh, gewoon leuk om te doen. En weet je, ik bewaar ze wel en ze komen vanzelf wel een keer van pas en zo niet. Nou ja, dan niet. Ja, Beide technieken zijn leuk om te doen. Uh, en weet je, er zijn nog veel meer technieken. Dus ja. Struin ook gewoon een beetje op YouTube, op uh, internet. Van uh, watercoloring of coloring met uh, Derwent Intense. Weet je. Een ander kleurt het weer anders in. Uh, als je kijkt naar de voorbeelden op de verpakking, die zijn met de Copics ingekleurd. Is er een totaal andere uh, kleurtechniek. Andere kleurstijl, uh, dus ja, kijk gewoon van wat vind jij leuk. Nou, bij het mandje kan je ook nog straks zeggen van, weet je, ik ga met uh, een witte pen nog even accenten aanbrengen. Je kan met grijs kan je eventueel ook nog uh, schaduw aanbrengen. Je kan straks met je potlood nog weer de diepe accenten aan gaan brengen. Echt, er zijn zoveel wegen nog naar Rome. Um, je kunt ook op je plankje doen en dan mengen. Ja, dat kan ook. Uh, je kan ook op je plankje inderdaad mengen. Als jij dat makkelijker vindt, dan kun je dat ook doen. Je kunt, um, ja, weet je, kijk. Heb jij bijvoorbeeld. Um, ik heb hier een apart bakje met water. Ik heb geen water in mijn penseel zitten. Want um, dan geeft hij in één keer heel veel water af. Ik hou daar liever gedoseerd dat ik gewoon zelf uh, controle heb over mijn, um, uh, hoe zal ik het noemen? Over de hoeveelheid water. Kijk, je kan ook gewoon op je plankje alvast mengen. Ik wil nog iets meer van die erbij. En weet je, doe eens um, een beetje van die groene er nog bij. Nou. Kijk eens wat voor mooie kleur we dan krijgen. Dus ja, weet je, je kan ook op je plankje, kan je ook nog alles gaan mengen. Je kan het allemaal weer over elkaar heen doen. En dat is juist het leuke ook van deze. Dit kan je echt opbouwen laagje op laagje op laagje. Want als dit droog is, is er dus water vast. Dus dan vermeng deze laag niet weer met de laag die eronder zit. Um, het is al half negen. Wat is wijsheid om te gaan doen? Wat is wijsheid om te gaan doen? Ik ga nog een heel klein stukje van de, dit mandje inkleuren. En dan stop ik ermee. Het is tenslotte ook warm. En morgenmiddag wil ik ook nog weer een uh, live gaan doen. En anders dan, wat me dat allemaal net wat te veel. Die vanmorgen moet ik nog helemaal voorbereiden. Daar heb ik nog helemaal niks aan gedaan. Dus ik moet even kijken of het allemaal gaat lukken, maar ik ga er vanuit van wel. Kijk, bij deze kunnen we nu alvast lekker weer een tweede laag aan gaan brengen. Gaan we daar ook even wat schaduw onder deze aanbrengen. Van die kant wil ik hem even wat donkerder maken. Kijk, en zie je, zo begint mijn mandje al steeds meer kleur te krijgen. Daar mag een lekkere, iets donkerdere streep die kan op. En die poetsen we weer een beetje uit naar beneden toe. En zo ga ik gewoon zelf een beetje spelen om er ja, toch weer iets van te maken. Voor mij mag je nog uren doorgaan. Ja, dat snap ik. Maar heel uh, eerlijk gezegd, begint mijn, uh, mijn bed al wel een beetje te roepen. Voor mij is het s avonds altijd uh, vroeg plat liggen. Zeker met dit weer. Hè? En dan kan ik wel zeggen, ik ga uren door, maar daar heb ik alleen maar zelf maar mee. Kijk, zien jullie hoe intens die kleuren nu gaan worden? Dus door verschillende laagjes op te gaan bouwen, krijg je gewoon echt zo'n onwijsgave mand. Ik kan hier wel uren mee zitten. Gewoon laagje over laagje. Heerlijk. En wat is nou mijn favoriete kleurmedium? Nou, ik kan het jullie niet zeggen, dames, want ik vind alles leuk. Echt. De ene keer kleur ik meer met watercolors, de andere keer kleur ik liever met. Um, met, met een. Um, ja, een copic marker. Het is maar gewoon net wat jij zelf leuk vindt. Kijk, zie je? Nu heb ik dus weer die uh, andere kleuren overheen gedaan en ze mengen dus gewoon echt uh, niet in elkaar. Maar dit gaat dus over elkaar heen, waardoor je nu echt twee verschillende kleuren bruin gaat krijgen en daardoor krijg je ook dat ja leuke effect. Dus ja, dit. Ik ben hier nog wel een aantal uurtjes mee zoet met deze. Ik denk dat er zo'n uurtje of drie, vier in gaat zitten. Het kan ook best zijn dat ik um, bijvoorbeeld de mand nog wel af ga kleuren. En dat ik, um, ja, in een andere live uitzending. En dat ik dan deze bloemen nog weer in ga kleuren met de live aan. Dat is denk ik nog wel een slim idee. Dan maak ik er gewoon nog een vervolg op. Wanneer, horen jullie nog eventjes, maar ik denk dat ik dat wel ga doen. De stempel die is van het merk uh, Couture Creations. En dat is deze stempel. Dat is de Vintage Bloom stempel. Um, de kleurnummers wat ik dus vanavond heb gebruikt. Dat zijn. De kleuren ook 1730 en 1740 Saddle Brown voor de mand. Dan heb ik voor de oranje heb ik de kleuren golden yellow 230, de burnt orange 260 en de cadmium yellow 0210. Ja, dat waren die. En dan had ik voor de groen had ik de kleur Spring Green 1550 en Leaf Green 1600. Dus dat zijn de kleurtjes die ik tot nu toe heb gebruikt. En ik had bij die andere afbeelding: wat ik dus ook heb gekleurd met de light of met deze inkten. Maar die is dus nog niet helemaal af. Daar heb ik dezelfde kleurtjes groen bij gebruikt. En voor de kleuren roze heb ik. De 0600 Shiraz. En de 0520 Carmine Pink. Dus dat zijn de kleurtjes voor die. Nou, deze komt dus ook nog meerdere laagjes overheen. Maar ja, een uurtje kleuren, dan doe je niet zo heel veel. In ieder geval voor nu allemaal heel hartelijk bedankt weer. Um, morgenmiddag hoop ik er ook weer te zijn. En dan gaan we... Um, met de het mask stencils aan de slag. En um, verder wens ik jullie een fijne avond. Bedankt weer voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!